Hallo, hartelijk welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Snelle Maaltijd met Mike. Vandaag gaan we weer een heel nieuw gerecht maken. Het is totaal anders dan wat we tot nu toe hebben gedaan. We gaan een varkensrollade maken. Ik neem je even mee door de ingrediënten. Wat hebben we nodig? We hebben sowieso amandelen nodig, wat kurkuma, wat zwarte peper, een beetje zout en peper natuurlijk, wat paprika, poeder mild. Ja, ik heb wat sambal oelek nodig, wat witte wijn, een knoflookje, wat verse peterselie. Ik heb wat runder gehakt, of sorry, varkens gehakt. Je mag ook runder gehakt nemen trouwens hoor. En schnitzels. En die schnitzels die gaan we straks plat maken. En daar gaan we hier een mooie vulling van maken. Die gaan we even op smaak brengen. En daarvoor maken we ook een groene picada, zoals wij dat noemen. Dus dat wordt een mengseltje van amandelen. Wat verse knoflook, wat verse peterselie en wat witte wijn. Die gaan we dan vermengen door het gehakt heen. Doen we dat ook wel wat kruiden bij. Gaan we deze plat slaan, maken we er een rolletje van en die gaan we in de oven stoppen. Nou, wat we dan gaan doen is, niet iedereen heeft voor een rollade een touwtje. Hè, dus we kunnen hem straks in de oven gaan doen. Maar dan gaan we een ct-prikkertje ervoor gebruiken. Dus het is wel handig om ct-prikkertjes te hebben. Dan rollen we straks de varkensnietsel om. Doen we eventjes, zeg maar, rijgend een ct-prikkertje doorheen. Of een paar. Dat maakt op zich niet uit. Hè? Je kan beter gewoon even een paar er doorheen doen. Met één of twee slagen. Zodat je zeker weet dat hij goed zit. Maar dan hoef je in ieder geval niet speciaal daarvoor een touwtje in huis te halen. Plus dat iedereen heeft wel ct-prikkertjes liggen. Maar een touwtje wordt dan weer een heel ander verhaal. Nou, ik zou zeggen, ik ga meteen beginnen. We gaan beginnen met de groene picada. En daarvoor hebben we natuurlijk als eerste de knoflook nodig. En we moeten eventjes kijken naar een goede basis. Wow. De knoflook is eigenlijk, hè, daar is ook een trucje voor, want we gaan ze sowieso vermalen. Hè, dus het hoeft niet heel veel werk in te zitten. Kijk, wat we gaan doen is gewoon, hop, je doet even een heel klein tikje er tegenaan geven. Zo. Die leggen we ook weer plat. Hop. Dat heeft een aantal voordelen. Eén is dat het velletje er heel snel vanaf gaat. Nou, je ziet het zo al. Hè? En twee is dat hij al een beetje zijn etherische olie afgeeft. En dat komt de smaak allemaal ten goede. Zo, nou. Dat gaat lekker snel zo op deze manier. Hè? Niet overdreven veel teentjes. Ja, dan zou je zeggen, ja, er zit al overdreven veel teentjes in. Dat zou kunnen. Maar dit is wel gewoon het lekkerste zo op deze manier. Nou, doen we even wat amandelen erin. Zo, dat is een mooi laagje. Pak even wat peterselie. Zo, peterselie erbij. Even een laagje witte wijn. Mag ook sherry. Zo. Gaat die erop? Zo, die is in ieder geval even lekker vers. Gehakt openmaken en die gaan we eventjes een beetje kruiden naar smaak doen. Maar dat doen we gewoon in het bakje zelf. Ja, dus, nou, we hebben hier zo natuurlijk een prima bakje daarvoor. Ik ga eventjes een lepeltje pakken. Dan kunnen we wat van de picada erin stoppen alvast. En dat is eigenlijk wel heel erg lekker. Zo. Nou, je ziet alles is mooi vermengd. We hebben de knoflook, we hebben de peterselie en de amandeltjes. Die mogen best een stukje grover zijn hoor. Het hoeft niet echt ultra fijn, der fijnste te zijn. Zo, dan doen we even wat zwarte peper erbij. En natuurlijk wat paprika poeder. Oké, wat klein beetje zout.
En wat kurkuma. Ook een heerlijke smaakversterker. En dan wat geel kruiden. Geel of barbecue kruiden. Die geeft wat volle smaak aan het vlees. Die gaan we straks ook gebruiken voor de schnitzels. En dan even een schep met sambal. En als je dat dan ook nog bij de hand hebt, ik heb mosterd. Dus we gaan ook nog een schep mosterd erbij doen. Zo, één schep mosterd. Niet te veel, want er zit natuurlijk al een hoop smaken zitten erin. Dus ik zou het zo ongeveer zo houden. En dit gaan we goed vermengen. Al die smaken tezamen. En als je ook nog van heel erg zoet houdt, dan kan je hier ook nog gewoon een beetje rozijntjes aan toevoegen. Of wat krentjes. Er zijn ook mensen die het heerlijk vinden om hele stukken walnoten aan toe te voegen. Nou, dat is natuurlijk altijd gewoon mogelijk. Hè? Zo, nou, we hebben dit mengseltje klaar. Die is mooi gemengd. En dan kunnen we gaan beginnen met de schnitzel. Ik ga natuurlijk in de tussentijd even mijn handen wassen. Zo, nou, om de schnitzels plat te slaan gebruik ik een zakje. En een deegroller. Geworden. Dat doen we bij die andere ook nog eventjes. Oké, nou, een hoop herrie gemaakt, maar wel twee hele mooie schnitzels nu. Je ziet ook, hè, we hebben al een keertje een item gemaakt over het maken van schnitzels, maar dan met kip. Nou, zo zou je het ook precies hetzelfde met varkensvlees kunnen doen. En nu is het kwestie van de gehakt even uitrollen over het middengedeelte. Even gelijke delen maken. Zorgen dat hij niet te breed wordt. Want anders krijg je natuurlijk dat als je hem dicht rolt, dat hij niet netjes is opgevuld. Opgevangen door het vlees. Zo. Die natuurlijk aan elkaar zo. In principe blijft hij zo wel zitten, maar we gaan natuurlijk nog even ct-prikkertjes pakken om hem dicht te maken. Zo, nou, ik heb de ct-prikkers erbij gepakt, hè. We hadden gezegd, die doen we eventjes boven, beneden, gewoon er lekker doorheen. Gebruik van een ct-prikkertje zorgt ervoor dat je niet speciaal naar de winkel hoeft
om touwtjes te halen en om daarmee te gaan zitten experimenteren. Het is gewoon, net zoals een breinaald, even doorheen halen, boven beneden, boven beneden. En dan hebben we die klaar. Nou, dat is hartstikke fijn. Dan kan je natuurlijk ervoor kiezen om hem gewoon in een pannetje te doen. En met een pannetje gewoon dicht te schroeien aan alle kanten. Dat is natuurlijk een hele goede uitkomst. Wat ik ga doen is deze gewoon in olie leggen. Een beetje olie. Dan gaan we er wat groente aan toevoegen. En dan gaan we hem lekker in de oven doen. Gedurende ongeveer 20 minuutjes. Dan is hij goed gaar van binnen. En super lekker. Oké, mensen, wat ik nu ga doen is eerst eventjes de rollade met wat extra kruiden geven. En we hadden nog, ik had nog gezegd dat ik wat van die geel barbecue kruiden apart zou houden. Nou, die heb ik nu. Dus dan kan ik hem zo eventjes, hoppakee, even helemaal goed mee insmeren. Dan wat olie eroverheen. En doen we gewoon lekker ruim, hè. Zo, dan doen we nog een keertje draaien, zodat alles goed onder de olie zit. Kunnen we nog even één laagje met de kruiden herhalen. Even mijn vingers schoonmaken. Zo, nog een laagje kruiden overheen. En dan gaan we wat groente eraan toevoegen. Nou, dat kun je natuurlijk gewoon doen na hetgeen wat je in huis hebt en wat je lekker vindt. Ik maak gewoon een variëteetje met worteltje en met een champignonnetje, met een beetje broccoli. En een paprikaatje en ik heb ook nog wat kaas over, wat witte kaas. Het is een soort, ja, je kan het wel een beetje vergelijken met een soort geitenkaas. Een soort feta-achtig iets. Nou, dat is natuurlijk hartstikke lekker om er gewoon bij te doen. Nou ja, zo kun je natuurlijk gewoon je eigen invulling eraan geven. Hè? Je kan het zo gek maken als je zelf wilt. Zo, ik heb deze kunnen vast hier liggen. Even wat broccoli pakken. Oké, nou, wat we gaan doen is gewoon even wat bredere stukjes snijden van je wortel. Die gewoon een beetje verspreiden over beide kanten. Zo. Nou, dat doen we natuurlijk ook met de broccoli. Die hoeft niet te fijn. Gewoon een beetje redelijke stukken. Zo. Lekkere stukken met courgette, brede stukjes met paprika. Kijk, ziet er toch wel heel erg kleurrijk uit. Hè? Dan doen we gewoon de champignons in tweeën, gewoon door de helft. En als je ook bijvoorbeeld gemarineerde aardappeltjes al heb liggen. Is het ook heerlijk om er gewoon bij te doen, hè? Kan allemaal prima, je hebt er toch de tijd voor. Zo, nou hebben we nog wat van de mengsel over, hè, van de groene picadas. Die gaan we er gewoon even een beetje overheen gieten. En dan doen we ook gewoon een beetje zo over de rollade. Perfect. Nou,
hier gaan we nog aan het mengseltje wat kaas aan toevoegen, hè, zoals we wat we over hadden. En dat ga ik gewoon een beetje verkruimelen. Zo, perfect. Overal een beetje wat. Echt een heerlijke toevoeging. Nee, niet dat het echt heel erg gaat smelten, maar het geeft wel allemaal smaak en structuur af. Die smaak, ja, dat maakt het juist weer een fantastisch mengsel. Ik ga het in de oven. Gedurende een minuut of 20, misschien 30. En dan ben ik zo weer terug met het eindresultaat. Welkom terug. Ik ga nu de gebraden uit de oven halen. En dan kunnen jullie het eindresultaat zien. Dit is hem. Super lekker. Ik zou zeggen, probeer het zelf. Het is eigenlijk heel snel. Het kost alleen even wat tijd in de oven. Maar voor de rest, ja, super makkelijk in elkaar te zetten. Like mijn video. En als je nog niet hebt geabonneerd, abonneer dan op mijn kanaal. En zie ik je graag terug bij de volgende aflevering van de Snelle Maaltijd met Mike. Dankjewel voor het kijken.